De eerder aangekondigde horrorserie The Fall of the House of Usher van Mike Flanagan is nu te bekijken op Netflix. De serie werd eerder al niet alleen de beste serie van de Dr. Sleep-regisseur genoemd, maar is volgens sommige critici zelfs een van de beste series van de streamingsdienst ooit. Deze serie, die gebaseerd is op de reeks verhalen van de iconische Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe, werd al eerder beoordeeld door de critici en zij zijn lyrisch te noemen. Op Rotten Tomatoes staat de reeks zelfs op een indrukwekkende 93%. Mocht je nog niet bekend zijn met Mike Flanagan, ja, dan is dit het perfecte moment om met je door te nemen welke films de top 5 van zijn beste werken zijn volgens de ranglijst op moviemeter.nl. I'm gonna head out. I've got an appointment with your dad. Ouija Origins of Evil is een Amerikaanse supernatural horrorfilm uit 2016, geregisseerd en gemonteerd door Mike Flanagan, ook door hem geschreven en door Jeff Howard. De film dient als een prequel op de film Ouija uit 2014. In Origins of Evil probeert een weduwe en haar twee dochters zichzelf als spirituele oplichters te redden, maar onbedoeld brengen ze een onheilspellende eterniteit hun huis binnen. Daddy, are you there? Wanneer de jongste dochter bezeten raakt door deze meedogenloze geest, moeten ze hun diepste angsten overwinnen om haar te redden en het kwaad terug te sturen naar waar het vandaan kwam. Hush. In Hush heeft een jonge vrouw haar gehoor verloren toen ze nog een tiener was. Ze heeft New York City verlaten en woont nu in een afgelegen huis en leeft teruggetrokken in haar stille wereld. Maar op een dag verschijnt aan het raam een gemaskerd gezicht. En die blijkt van een psychotische moordenaar te zijn. De vrouw zal zichzelf buiten haar mentale en fysieke grenzen moeten begeven en achter overleven. Hush beleefde zijn wereldpremière op het South by Southwest Festival in 2016 en werd vervolgens uitgebracht door Netflix. Het kreeg positieve reacties van critici die met name de acteerprestaties en de sfeer prezen. Op nummer 3 vinden we Before I Wake, ook bekend als Somnia in sommige landen. Het stel Jesse en Mark besluiten om een 8-jarig jochie te adopteren, Cody, nadat hun jongste zoon Sean is overleden. Wie is dat? Dat is onze zoon Sean. Waar is hij? Wat ze niet weten is dat Cody doodsbang is om in slaap te vallen. In eerste instantie denken ze dit te wijten aan de instabiele woonsituaties die Cody heeft meegemaakt. Maar dan komen ze achter de verschrikkelijke waarheid. Oculus. Na jarenlang in een psychiatrisch ziekenhuis te hebben doorgebracht, wordt Tim Russell ontslagen en herenigd met zijn zus Kaylee. Als ze zich realiseren dat Tim niet de schuldige was van de dood van hun ouders, maar dat een angstaanjagende spiegel in het ouderlijke huis verantwoordelijk is, ja, dan moeten ze de gruwelijke waarheid van hun verleden ontrafelen. De enige manier om dit te bereiken is door de confrontatie aan te gaan, maar wel met een demon die al 300 jaar lang dood en verderf zaait. En op nummer 1 staat Dr. Sleep. Het verhaal van Dr. Sleep speelt zich 32 jaar na de gebeurtenissen uit The Shining af. Danny, gespeeld door Ewan McGregor, is ondertussen volwassen, maar wordt nog altijd achtervolgd door de nachtmerries van het Overlook Hotel. Tevens kent hij, zoals zijn vader, woedeuitbarstingen en vecht hij met zijn alcoholverslaving. Op zoek naar een betere versie van zichzelf verhuist hij naar New Hampshire, waar hij door middel van zijn gaven een band schept met de 12-jarige Abra Stone. Ja, dan komen ze in aanraking met een mysterieuze groep, de True Knot.